Yes, goed dat jullie kijken. Vandaag een outfit rating van mijn volgers. Ik heb het een maand geleden aangekondigd. En gelukkig zijn er mensen geweest die wat outfits door hebben gestuurd. Ik ga een cijfer geven. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Mocht je deze content waarderen, like even. Wie weet komt er een part 4, want ik heb er al 2 gefilmd. Dus stuur gewoon lekker via Instagram een dikke outfit voor eventueel een vervolg. Ga gewoon gelijk beginnen. Even kijken. We beginnen gelijk dit. Lord Culture Fest. Lord Culture tasje. Goeie broek. Goeie patas. Goeie locatie. Het gaat om de outfit. Ja man, we beginnen gelijk goed. Ik voel deze. Ja, ja. Gaan we door. Wouter. Nice. Ook weer op een toffe plek. Represent t-shirtje. Goeie broek. Mooi met die aanlijn meniers. Het is een hele goede patta. Ik vind die echt vet. De vetste Jordan 3 in mijn ogen. Ik geef jou een 8. Het is gewoon basic. De patta is wel heat. Je combineert het goed. Dus het is gewoon een goede outfit. En dat geef ik een 8. Als ik ze gewoon side to side zet, gebeurt er gewoon net even iets meer bij de vorige. Gaan we door naar @JG Bergwijn. Outfit check. Ja, man. Dik, dik, dik. Ik geef het gelijke cijfer. Dat is een 8,5. Ik vind dit tot nu toe de dikste outfit. Overhemdje. Persoonlijk. Als die net iets langer was, was het nog beter. Misschien als die open was. Zonnebril erbij, dat tasje, die broek. Ik vind dat keihard. Je moet het kunnen hebben. En ook al ben ik niet meer zwaar fan van Balenciaga's. Ah ja man, hoogste cijfer tot nu toe. 8,5. Door naar @Yiva. Weer van deze outfit. Hey, zelfde patta. Vette tattoo ook. Ik vind dat echt een vette plek voor een tattoo. Maar daar gaat het niet om. Ja man, dik. Misschien zelfs beter geweest met een witte schoen. Maar ik denk niet dat je dat wist toen je dat ging passen. Ja man, dik. Tasje ook hard, maar het kon gelikter met een witte patta of met een beetje oranje. Dus daarom 8,3. Ik vond de vorige vetter, maar ik vind deze wel tot nu toe dan op 2 staan. Ja man, heel vet jasje, tasje erbij. I like it man. Oscar. Hey Anthony, ik had in je vorige video gezien dat je outfits vervolgens had eten, dus ik stuur die van mij wel even op. Een mooie natuurfoto. Ja, het is gewoon een prima outfit. Het is niet heel goed te zien. Broek vind ik het tofst van je outfit. Shirtje net een beetje, mooie oversized. Schoenen, ja, ik denk niet dat ik ze mooi vind. Shirtje vind ik ook niet wauw, maar dat zwarte vak dat weer terugkomt in je broek, is gewoon prima. Ik geef je een 7 man. Ja, het is geen slechte outfit, maar het is niet mijn favoriet. Het is gewoon een, ik zie er verzorgd uit outfit. Maar het is niet dat je denkt, oei yo, kijk die stijl. En dat had ik wel bij een paar van deze jongens. Gaat de goede kant op, stuur me volgende keer nog eentje. En dan wil ik je graag een hoger cijfer geven. Oh, dit is lachen. Gaan we door naar Costa. Die zat al een keer in een vorige aflevering. Report Brown. Hij is weer terug, hoor. Ja, man. Goed gematcht. Alleen niks komt er keihard uit of zo. Dat mist een beetje. Dus ik geef deze een 7,5. Ik vond je vorige outfit, wat ik nog weet, harder. Maar ik vind Air Force's wel echt goed bij jou staan, man. Ja. Gaan we naar Young Anti. Even weer wat anders. Deze vind ik erg dope. Flannel jacket. Cargo broek. Met die Sakai's. Ik vind die Sakai's echt vet. Niet dat ik ze per se zelf hoef, maar ik vind ze gewoon vet. Als ik ze zie, kijk ik er toch even naar op straat. En ik zie ze niet zo vaak. Maar ja, die flannel plus die Sakai's, het werkt echt goed man. Colorblocked met die zwarte broek. Ik vind deze heel dik. Maar ik vind het moeilijk om hem tegen die andere op te nemen. Jezus, ik zit vast. 8,2. Volgens mij hetzelfde cijfer als de allereerste guy. Next van Sjoerd. Hey, lekker fris man. Ja, vette graphic tee. Blauw komt super lekker terug in zijn Jordan Obsidians. Een van de mooiere Jordan colorways. Die zwarte broek erbij, zwart tasje. Ja man. Poeh. Nog een 8,2. Als ik het een beetje vergelijk met die vorige, denk ik... Nee, weet je? 8,3. Ik vind hem toch iets beter dan de vorige en dan de eerste. Ik hou gewoon van kleur. En als je een beetje die kleur een beetje naar tevoorschijn tovert en een beetje terug laat komen. En dat miste bij die andere twee iets meer. Zeppen. Hey Anthony, deze zijn zo wat de beste outfits voor je volgersvideo. Hopelijk kan je er iets mee. Ja man. Ik pak even een persoon die ik het beste vind. En dat is deze. Want ja... Die andere twee geef ik een beetje een 5,5, man. Die gele trui, ik vind het niet mooi. Ik vind het ook niet zo lekker gaan bij die lichte denim. Dan zwarte sokken in witte schoenen is eigenlijk een no-go. En dan hebben we bij die andere ook weer geel. Ik denk dat andere kleuren hier gewoon beter staan, man. Ik ben sowieso niet zo heel erg fan van dat gele, maar dat is gewoon persoonlijke voorkeur. Dus als jij dat vet vindt, zeker blijven dragen. Maar daarom kies ik
De zwart met rode is gewoon goed gecombineerd. De broek vind ik persoonlijk een beetje strak. We gaan naar iets meer lossere broeken. Straight fits, relaxed fits. Ja, de schoenen zijn een beetje gewoon afgetrapte hardloopschoenen. Shirtje niet bijzonder. Ja man, ik geef deze een 6,2. Kan beter, maar ik zie wel dat je je best doet. En ook dat je een beetje naar locaties gaat om je foto's te shooten. Er is nog wat werk aan de winkel, maar je bent goed op weg. Dus ga ze wat doorzeppen. En thanks voor het opsturen. Door naar Mohammed. Twee outfits. Lastig welke ik kies. Ik vind ze allebei dik, man. Het is wel echt een beetje zomer versus winter of herfst. Ik ga toch even voor de wat wazigere foto. Want ik ben natuurlijk Jordan 4 fan. Ik weet niet welke dat is. Ik denk de Oreo. Nice. Broek ook vet. Met een beetje zo'n varsity-achtig iets erop. Met twee rips. En dan een varsity jacket. Ja, man. Tasje erbij. Wel een paar hoodie eroverheen. Dik, man. Het zijn gewoon allemaal mooie items, goed bij elkaar gecombineerd. Er mist een beetje die lijpe kleuren dat eruit komt, wat je dan combineert. Dat gelikte waar ik heel goed op ga, als je het goed doet. Dus daarom geef ik hem ook een 8,2. Gaan we door naar Bo Evertsen. Hij kan niet kiezen tussen de twee foto's. Kijken of ik kan kiezen. Ik pak die met de taxis. Want die ene ga ik persoonlijk niet heel goed op. Taupe is een beetje een bruin-beige kleur. Ik vind dat taupe dicht bij grijs staat en dat het niet mooi contrast. Dus ik vind dat niet zo mooi gecombineerd qua kleuren. Dat is persoonlijk mijn mening van die. Maar dan weten we dus even die andere. Want die zou ik dus ongeveer een 7,5 daardoor geven. Ja, de taxi knalt er gewoon keihard uit. Want je hebt gewoon twee neutrale kleuren daarbovenaan. De cargo en de witte tee. Ik ben niet persoonlijk dus heel fan van geel. Daarom geef ik deze een 7,7. Mooie items. Mooie foto trouwens. Toffe plek. Zeker een prima outfit. Maar pak mij niet dat ik denk, ja, keihard. Jordi Bosveld. Daar hebben we de taxi weer. Dit vind ik dan persoonlijk beter werken. Die grijze hoodie met het zwarte. Je laat de schoen spreken. 7,9. Komt vooral omdat ik dus niet weg ben van de taxis. Deze geef ik een hele bekende 8,2. Maar toffe foto, Jordi. Je kan die gelichte kleuren ook goed hebben met een beetje je tan en zo. I like it, man. Dope. Kevin, Yo Anthony zou je mijn outfit kunnen raten. Ik vind deze heel dik, man. Ik zie ook wat je daar doet. Beetje die tasje, die broek met grijs met een beetje wit erin. Goeie fit ook. Valt perfect over die Jordan 4 Militaries. Dan een beetje dat grijs in je hoodie. Ook al heeft het weinig kleur, ik vind deze dik, man. En daarom mag deze van mij 8,3. Ja, zijn we er bijna. Zo, hebben we hier iets aparts. Maar ik voel het wel, twee foto's. Je hebt je eigen stijltje, je valt best wel op. Ik vind het dik, maar ik ben ook niet helemaal weg ervan. Ik geef het een 8, dus best wel hoog cijfer. Hey, een dame ertussen. Kijk, leuk. Cargo'tje, Jordans. Ja, leuk t-shirt. 8,1. Ja, ik weet niet of ik dit shirt erin leuker vind dan er overheen. Zeker prima fitje. Samuel. Kijk, een beetje earthtones, zwarte schoenen eronder. 7,8. Je bent lekker jong, dus je bent al goed bezig. Ik ben niet zo fan van de Yeezys. Maar misschien als je met die streep van die Yeezy weer iets zou doen in je outfit. Dat vind ik keihard. Verder toffe kleuren van het pak. Gaan we naar de laatste van David Hoving. Eén van beide, bro. Dat is Yeezy. Ja, Cobalt Blue. Mooi kleurtje. Hou ik van. Dus het is wel vet om even iets uit je outfit zo te laten knallen. Mooie tas bij die broek. Wit een beetje onder je crewneck, wat terugkomt in je schoen. Ik hou je van. Ik vind het dik. En die schoen vind ik er natuurlijk keihard. Ik heb hem ook, de Out of Office sneaker. Ik ga deze gewoon een 8,3 geven. De fitting valt perfect op elkaar. Alles is lekker losjes. Toch even dat zo'n kleur eruit komt. Ik voel het, man. En die andere, alles past mooi bij elkaar. Ik vind dat shirt ook gewoon bijna gemaakt voor die schoenen. Alleen omdat er gewoon geen kleur hier spreekt, geef ik die andere een hoger cijfer. En geef ik deze dan een 8,2. Maar, dope. Aangezien ik best wel veel mensen een 8,3 heb gegeven, vond ik het toch leuk om er een top 5 van te maken. Dit is mijn top 5. Ik vind het wel moeilijk, want ik hou echt van kleur en dat hebben de middelste outfits wat meer. Maar de leren broek is lekker uniek en daar hou ik gewoon wel van. Dus ik vind hem de winnaar van deze aflevering. Dat was de video. Eigenlijk heel veel goede outfits, want ik heb veel achterweg gegeven. Volgens mij 3 cijfers onder een 8, misschien 4. Dus goede stijl. Ga zo door, jongens. En dames. Ik vond jullie een leuke video. Like hem dan even. Abonneer ook zeker als je het niet hebt gedaan voor meer fashion content. En ook fitness en voeding. En je kan ook voor de zekerheid even je outfit opsturen. Het kan misschien een maand duren of 2 maanden voordat ik een nieuwe video maak. Ik ben benieuwd. En ik vind het altijd tof om jullie outfits te zien. Dank jullie wel. Later.